Een goed salon kan niet zonder premières. En gezien we hier in Brussel alleen maar goede salons organiseren, staan hier dan ook de nodige premières. En die gaan wij nu samen ontdekken. Hij is nog maar net uit de Jeep Avenger en hij heeft al gewonnen. Kijk, Car of the Year, net gekozen. Nu ja, voor Jeep is dat wel volledig nieuw. Eigenlijk is dit een DS3 Crossback E-Tense met een verjeepte schilder over. Hè. En trouwens, over Jeep gesproken, of het ook een echte zal zijn, dat zal nog moeten blijken. Want van een echte Jeep verwacht ik eigenlijk dat hij vierwielaandrijving heeft. En dat is nu het enige dat je bij de Avenger niet kan krijgen. Nog eentje in de categorie nieuwe wijn in oude zakken, want in essentie is deze Peugeot 408 een Citroën C5X. Een lijn die je trouwens over verschillende onderdelen door kan trekken, want niet alleen de aandrijving delen ze. Ze delen ook het feit dat ze heel veel ruimte hebben op de achterbank. En met dat fastback design ja, is die 408 toch ook een speciale. Bij Citroën een beetje Polestar, want geef nu toe, deze C4X is toch echt wel heel veel weg van een Polestar 2. Hè? Ja, dat gezegd zijnde, technisch gezien is het eigenlijk een C4, zoals de naam het zegt, maar dan met een iets conventionelere fastback silhouet. Wel iets om mee rekening te houden, stel nu dat je de X de mooiste vindt der C4's, Citroën levert hem bij ons enkel met een elektrische aandrijving. Bij Opel echte wereldpremière, twee zelfs, want nog de Grandland GSE, nog de Astra GSE stonden ooit elders op een podium. Maar we zijn altijd bij Stellantis en dan weten we dat er al eens Leentje Buur wilt gespeeld worden. Dus hoewel het wel een wereldpremière is, hun techniek is dat niet. De Grandland GSE, die aandrijving vind je ook bij de DS7 Crossback. En voor de Astra kan je evengoed bij Peugeot en zijn 308 terecht. Wat wel nieuw zou zijn, zegt toch Opel, dat is de afstelling van het chassis. Die zou namelijk een stuk dynamischer moeten zijn.